Hallo, ich bin Horinouchi, der Ambassador von Japan in Niederland. Wisst ihr das? Ein Weg in das Zentrum von Tokio, benannt ist nach einem Niederländer. Ich habe heute über den Weg Jaesu. Jaesu ist benannt nach dem Niederländer Abenteurer Jan Joostam van Lodenstein. In het Jahr 1600 was hij op het eerste Nederlandse schip ooit dat in Japan aankwam, de Liefde. Jan Joostam bleef in Japan en werd een adviseur voor diplomatie en buitenlandse handel onder de regeerder van Japan destijds, de eerste shogun Tokugawa Ieyasu. Voor zijn waardevolle diensten kreeg Jan Joostam een landgoed in Edo, nu Tokio, en een weg werd naar hem vernoemd. In de loop der tijd werd de naam Jan Joostam in het Japans Jaesu, wat de naam is die we nu kennen. Jaesu verwijst naar het enorme gebied aan de oostzijde van Tokyo Station. In de wijk vind je niet alleen de grote Jaesu Shopping Mall, maar ook een monument op Jaesu Avenue, gewijd aan Jan Joostam en het schip de Liefde. Is het niet geweldig om zo'n prachtig voorbeeld van lange Nederlands-Japan relatie te hebben in het hart van Tokio? Dank u wel.